Een nieuwe reeks van de serie Nieuwe Buren is eind deze week weer te zien. Daan Schuurmans, Bracha van Doesburg en een paar nieuwe namen zorgen weer voor een hoop spanning. Want daar heeft de serie zich inmiddels wel in bewezen. Een beetje gewoontjes, hè? Milo en Anouk komen tegenover ons wonen. Even relax. Hoezo relax? Milo doet het niet voor niets. Je bent precies wat die Milo hoopt dat je bent. Dat is buurvrouw. In de war en radeloos. Heel veel goede acteurs in dit seizoen. Heel veel verschillende verhaallijnen. Een nieuw jongstijl. En het is eigenlijk weer een heel spannend seizoen. En niets is weer wat het lijkt. Je denkt dat is een oké buurman of dat is niet een oké buurman. En... Wordt het één grote... Ja, alle beerputten worden opengetrokken met heel veel plezier. Moet je iets vertellen? Jij en mijn lief hebben wat gehad. Wat probeer je te zeggen? Ze heeft nog een kindje gekregen, een meisje. Ben je in het echte leven een beetje een goede buurman? Ja, maar wel een buurman die niet zo heel veel contact heeft met zijn buren. Maar ik probeer alles wel ook een beetje netjes te houden. En zet ik ook altijd braaf alle fietsen weer recht en zo. Het is moeilijk over jezelf te zeggen natuurlijk. Maar we zijn met de buren goed, dus dat is fijn. En we zijn de fase van de baby's die 's nachts wakker zijn voorbij. Dus dat zal voor de buren ook wel prettig zijn. Maar we hebben eigenlijk maar één kant aangesloten, dus dat valt ook wel mee. Ik ben een hele goede buur, ja. Ik ben een echte buurtbuur. Ik lul met iedereen en ik vind dat ook leuk. Ja, ik woon op een boot en daar is het toch iets anders. Je hebt dan zeg maar, het is net alsof je in een heel klein straatje woont, want je hebt maar 4 of 5 boten om je heen. En bij ons, iedereen gaat heel goed met elkaar om, maar we komen eigenlijk nooit bij elkaar binnen. Dat is een soort ongeschreven wet. Dat is bij mij ook wel zo hoor. Ja. Dat is ook zo'n ongeschreven wet van bijna nooit bij elkaar binnenkomen. Jij mag er wel onschuldig uitzien. Die blauwe ogen van je en de blonde haar. Maar volgens mij is het daar binnen griezelig koud. Ja, dat belooft wat. Nieuwe Buren is vanaf vrijdag te zien op Videoland.